Goedenavond. Van harte welkom en heel fijn dat u er bent. Op 4 mei herdenken we alle Nederlandse oorlogsslachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. En de burgers en militairen die daarna hun leven hebben gegeven voor vrede en veiligheid. Ook al is het 72 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog is beëindigd, we zullen en moeten blijven herdenken. Zonder gedeelde geschiedenis, geen gedeelde toekomst. We moeten de verhalen blijven vertellen, blijven delen, tot alle getallen weer zijn veranderd in namen. Dat is de waarde van gedenken. Een oorlog kan ons van buiten opgelegd worden, maar vrede moet van binnen komen. Voor een oorlog heb je slechts een aantal gestoorde geesten nodig, maar voor vrede zijn we met z'n allen verantwoordelijk. We horen bereid te zijn om onze vrede, deze kostbare erfenis, onophoudelijk te bewaren. En dit geluk met de medemens durven delen. Oorlog daar betekent geen vrede hier. We kunnen niet onverschillig blijven ten opzichte van de gewapende conflicten om ons heen. En duizenden mensen die vermoord of verdreven zijn. Maar als je je niets aantrekt van het leed van de medemens, dan is het niet waardig om je mens te noemen.